Inwoners van Lent zijn niet blij met de gemeente Lingewaard. Die gemeente heeft een stokje gestoken voor de zogenaamde dorpensingel. Die nieuwe weg moest een oplossing bieden voor sluipverkeer door de woonwijken van Lent door Nijmegen en Bemmel direct met elkaar te verbinden. Buurtbewoners zijn, net als de rest van Lent, bang dat er steeds meer verkeer door Lent gaat rijden als afsnijroute naar het centrum van Nijmegen als de dorpensingel er niet komt. De situatie is dat er in 2013 een convenant gesloten is, onder andere door de gemeente Lingewaard, Nijmegen, dat er een dorpensingel aangelegd zou worden. En dat vormt een onlosmakelijk geheel met de Turennesingel en ook het afwaarderen van de Vossenpels. Daar zijn dus afspraken over gemaakt om in ieder geval te voorkomen dat er sluipverkeer zou komen over deze verlengde Turennesingel. En dat ligt nu anders. Dus de gemeente Lingewaard heeft andere plannen en daar zijn wij als Lent niet blij mee. Wij hangen hier spandoeken op, hè, dat is een manier. Wij zijn overleg met mevrouw Thieme al verschillende keren. En nogmaals, we hebben er het volste vertrouwen in dat echt goed komt. En dat ze het in ieder geval niet zal weren om goed hard tegen Lingewaard in te gaan om deze plannen van die dorpensingel uiteindelijk toch waar te kunnen maken. Voor de bewoners levert het een aantal problemen op. En dat is in eerste instantie dus de leefbaarheid. We hebben hier heel veel mensen met jonge kinderen die willen buiten spelen, die straks naar school moeten fietsen. Het gaat over auto's letterlijk voor de deur. Hè. Dus we krijgen waarschijnlijk een filevorming voor de Waalbrug bij de stoplichten. En dat willen we niet. Ik ben blij dat de gemeente Nijmegen nu in ieder geval doorheeft dat wij als bewoners en als Lent grote problemen hebben met deze situatie. Kijk, mensen hebben hier in Lent en met name hier aan de Turennesingel natuurlijk, maar ook wat verder in deze wijk, hun huizen gekocht. In de wetenschap dat hier geen sluiproute zou komen.